eindelijk weer een goede film van Pixar. Coco! Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Hey, ik ben Pam. Ik ben Gina. En we gaan het vandaag hebben over Coco, de nieuwe film van Pixar Animated Studios. Mm-hmm. Van Disney, maar wat is niet van Disney tegenwoordig? Geregisseerd door Lee Unkrich. Ik weet niet welke andere film die had. Ja, dat is eigenlijk de voorbeschouwing volgens mij van twee maanden terug. Oh ja, precies. En hij is met, zoals we kennen van Pixar, niet hele bekende mensen. Moet ik het gaan zeggen? Anthony González, denk ik. Ja. Hij heeft in ieder geval de hoofdrol. Oké. Nou, hij doet het goed. Ja. Dus. Hey, wacht even, die doet het wel bekend. Benjamin Bratt. Benjamin Bratt, volgens mij van de serie. En van Catwoman. Oké. En van Miss Congeniality. Ja, dat weet ik dan weer. Go fuck yourself. Gina. Wat hoor je ervan? Ik vond hem super leuk. Geen synopsis. Oh, sorry, geen synopsis. Tim. Sorry, Gina. Waar ging die over in het kort onder het spoiler? Jochie gaat eigenlijk in Mexicaans jongetje. Gaat op zoek naar wat hij denkt zijn vader in het land van de doden. Op de dag van de doden. Op de dag van de doden. Heel veel skeletons. Spooky Scary Skeletons, the movie. Ja. Gee. Nee, niet spooky. Wel heel leuk. Ik vond hem, leuk verhaal. Goed gepaced, leuk verteld. Heel mooi geanimeerd. Ik heb gewoon genoten. Ja, ik vond hem vet. Ja. Ik vind, animatie was wel echt heel goed. En de muziek vond ik ook wel tof. Ja, het was... Ook al heb ik een beetje een aversie tegen. Zo van, opeens gaan we zingen. Maar hier kon ik het nog hebben. Ja, het was niet zo musical stijl. Het paste wel Het was niet zoals de short van Frozen die we daarvoor hadden gezien. Ja, precies. Dat was echt kut. Gelukkig kwamen we te laat binnen. Want ik kon het toen nog niet meer hebben. Maar daar heb ik nu over trouwens. Ja, het is omdat ze veel dingen met gitaar en zo doen. Dan denk je, ja, het is niet heel raar dat ze nu opeens een nummer gaan... Spelen, ja, precies. Of zingen. Het zit ook door de hele film heen. Dus het is niet zo van, en nu opeens zang uit vanuit niks. Nee, zo van, het wordt de hele tijd soort van opgetreden. Dus ja, precies. Een groot feest. Dus. Ja, het gaat dus over Dios de los Muertos. Ja. Het was wel... Ik vond het een leuke film. Ik had... ergens in het midden zat wel een beetje een stukje wat te veel neigde naar Inside Out. Zo van, nu gaan we een beetje... een soort van metafoor bedenken voor de overgang naar dit toe. En dan is dit ook een leuk grapje erbij en dit ook een leuk grapje erbij. Toen dacht ik wel even van, dit moet niet te lang doorgaan. Want anders ik vond ook wel dat het inkakt. Vooral omdat het eerste stuk, de pacing, echt heel goed was. En dan gewoon het hele deel door. En toen ongeveer het laatste stukje was aan het begin was het echt zo'n... Ja, kom op. Ja, emotie, ik snap hem al. Go, please. Ja, precies. Even een stukje. Maar verder, vermakelijke Pixar film. Ook wel weer leuke grapjes voor de wat oudere mensen in de zaal. Niet alleen maar voor jongeren. En het behandelt ook best wel volwassen thema's als je erover nadenkt. Precies. En nog best wel wat echte dingen des levens. Ja. Die nog best wel op een goede manier verpakt waren. Maar als je er echt over na gaat denken, dus eigenlijk is het best wel een soort van heavy material. Ja, en daar zijn zij ook goed in, of in ieder geval dat. Waren ze het ooit. En nu hebben ze het weer. Denk aan dit. Ja, ik ben wel blij. Ik heb ook Cars 3 gezien. Dit was een stuk beter. Godzijdank. Ja. Dus, dit was in ieder geval onze korte review van Coco. Leuk film, gaan we kijken. En dan gaan wij nog even de spoiler review. Dan zijn zeiken over de film. Dankjewel. Nu zeggen we dat alles vet kut was. Precies. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Filmerts. Shoutout to Pixar, die volgens mij weer een beetje een mojo terug heeft. Hier links van mij, voor jullie rechts, kan je kijken naar andere video's. Hier staan de social media dingen. Hier kan je abonneren.